Wat, staat de camera al aan? Ja, godverdomme, kijk mijn trui. Dit is de kerst. Dit heb ik zelf gemaakt gisteren. Let op. Ik heb lampjes in mijn trui en dit is Kevin. Nee. Ik ga tactisch weglopen. Ja. Misschien beter. Nee. Ja, kom volgend jaar niet meer terug ook. Nee. What the fuck? Hij stapt uit de makkers ook. Daddy komt zo... Rar. Hou dat vast. Hou dat vast voor zometeen in de slaapkamer. Rar. Hallo, mijn... Hallo, motherfuckers. Van de kerstfeest, bitches. Nou, wie vond het zo nodig om papa Kerstman bij zijn katje weg te halen? Oh, jongens. Hoor je niet door je buik. Je buik zit voor je mond. Ja, zit je me nou te vetshamen? Hé, hey, Rudolf. Goed. Wat doe je hier? Ja, dat vraag ik me ook af. Wat doe ik hier? Ik had zo'n lekker pikant meisje, weet je wel. Zo'n hulpje, zo'n elfie. Nou ja, ik dacht dat misschien... Je... Noemde me daddy. Heb je geen cadeaus mee, of zo? Oh ja. Ja, dat... Ja. Hallo kerstfeest! Hey! Ja, mag ik mijn zak? Dit is de zak. Mag ik mijn zak? Ik weet niet of ik de zak van de kerstman wil aanraken. Dankjewel. Heb je nou de zak van de kerstman aangeraakt? Ja. Oh. Maar wil je niet eerst even mensen op schoot hebben gewoon? Ja. Weet je wat de beste momenten waren? Nou, ik had net iemand op schoot, jongens. Dat hadden u echt niet verwacht. Kom maar. Wie gaat als eerst? Jer gaat als eerst. Yeah. Hij heeft niet genoeg tijd voor mij, denk ik. Oké. Pascal, wel. Wieso ik? Oké, Pascal, ga. Hou hem op! Makkelijk zit. Ik ga hem versplanten. Nee, niet op de deze. Dat is mijn goede knie. Gaat bijna dood. Laten, trouwens. Vertel jij eens aan ome Kerstman waarom jij het zo nodig vindt om mijn werk over te nemen, hè? Nou, omdat het duurde lang en je was te laat. Ga maar weer zitten. Gaan we met de bank. Pascal, jij krijgt kool vandaag. Nee, dit is geen bitch. Waarom ligt die kutplant hier? Moet er nog iemand op mijn knie zitten? Duncan. Mogen we even de Duncan lijkt zeg maar op dat karakter van RuneScape. Ik voel me echt heel onprettig. Oh, ik zie de tong. Kerstman, wat doet die tong daar? Ik hoor dat jij van Minecraft houdt, hè? Ja, ja, van blokjes. Oké. Gaan we weer zitten. Oké. Anyways. Wacht, nee, je moet blijven zitten tot je het cadeautje krijgt. Ja. Zo werkt het. Ik doe wel zo. Nee, is voor dom. Gaan we weg. Dom! Dom, kom eens even hier, jongen. Wacht, nee. Shotgun. Godverdomme. Dat was toch helemaal niet, jongen. Nee, jongen. Je kijkt voor mijn lichtjes. Moet ik dit dan nog hebben? Lief. Oh, dankjewel. Moet ik het hier dan? Ja, wat je wil, jongen. Heb je nog iets liefs te zeggen over Don, wat hij allemaal heeft gedaan dit jaar? Ja, ik ben wel blij dat Don er was. Er was. Het zit nog gewoon in de tuin. Ja, het is corona heeft zijn werk gedaan dit jaar, hè. Wil je niet naar een schaarshoekje met Don? Nee, ik zeg maar, mag je riem gebruiken als iets scherps? We gebruiken niet onze riem voor de kijkertjes thuis. Ja, maar we kunnen de kijkers meenemen. Fiets! Oh! Nou, in mijn favoriete vorm van een mok. Je krijgt een mok. Omdat je zo van auto's houdt. Onderschat nooit een man in zijn BMW. En dat is het. En dat is het. En zo is het. Dankjewel, Kerstman. Heb een goed jaar, jongen. Hè? Nee, dat klopt. Jezus Christus. Op zijn schoot. Ja, doei. Voor jou, jij mag gewoon mijn rechterknie zitten. Jij mag gewoon mijn rechterknie zitten. Oh, dat weet ik beter waarom ik daar mag zitten. Je bent een rechter. Heel ongemakkelijk, ik ga links zitten. Oké. Link, ja. Mag jij deze maar open, jongen? Ik maak deze open. De kerstman heeft een heel speciaal cadeautje voor jou. Ik ben bang. Wat heb ik nou echt nodig in mijn leven? Wat is dit? Ik ga mee, jongen, man. Ik ga mee. Doei! Ik ga jou over tweeën vouwen, jongen, man. Kom maar even. Maar dat, lieve kinderen... Dat is weer een ander verhaal. Wat heb je nou exact gekregen, Link? 143 condooms. Wat? Wow, dat is ook echt tering. Zo veel. Yes. Het hele teringbudget is hier een condooms. En ik krijg een hoerenmok. Ja. Waarom zijn het 100 bijsluiters? Ja. What the fuck? Die was van Pascal. Ronald! Kom maar even. Ronald.
Op je middelste knie? Op je middelste knie? Oké, op je middelste knie. Waarom voel ik pijn? Ik heb gehoord, Ronald, dat jij altijd een beetje problemen hebt met poepen. Weet je wel, poepvlek op je hand, poepvlek op de bank van Wilbert. Ik deed het in zijn eentje toen ik bij vrienden was, maar het probleem was dat het een natte smerige bruine rug was. Hij weet het nog niet. Ja. Dat is waar, dat is dus, waar. Dus de kerstborn en de kerstvrouw die hebben even samen goed in de winkels gekeken. Die dachten, dit is een mooi cadeautje voor jou. Oh, dankjewel, op het potje. Een stukje lezen voor ons. Ja, zo een stukje. De eerste bladzijde of zo. Eerste bladzijde? Ja, doe maar. Holy shit. Wat gebeurt Holy shit. Wat is dit allemaal? Gaan we wel. De kerstman wil dit niet meer zien. Dankjewel, kerstman. Alsjeblieft, hè. Shit, wat maak ik mee? Pascal, kom er maar voorbij. Waar? Op de grond? Ja, ga maar hier zitten. De kerstman heeft even een glaasje te veel op, want je begrijpt het. Wat is dit voor inge... Wat is dit? Het is een doos. Een doos. Ja, maar ik zie dat is een... Dat is een kabouter. Dit is een flinke kabouter, ja. Het is wel een tuinkabouter. Kabouter met zijn reet. Fijne kerstman. Ah. Wat moet ik hiermee? Pascal, kan je deze erbij gebruiken? Om die kabouter te kabouter. Ja! Ik ben wel blij dat je zo'n goede vriend als Link hebt, hè? Ja, hè? Oh, nee. Ik gun je die SOA wel. Hey, ik heb er hier één voor een Friese jongen. Ronald! Ronald! Nee, maar het is niet Ronald, dus wie wil hem openmaken? Ronald, want hij is Fries. Hij heeft ze toch wel ingezet, hè, voor de makkers dit jaar. Ik vind toch wel dat hij even een cadeautje verdient. Een wifi versterker. Maar wacht, er staat wel een Friese vlag. Er staat wel een Friese vlag op. Dat komt omdat het internet ver te zoeken is daar. Geloof me, elke keer als ik daar moet navigeren met mijn slee, elke keer verlies ik het bereik. Verschrikkelijk. Harm, veel plezier ermee, jongen. Goed. Wat doe je dan? Pascal, ik vind dat je zo'n mooie trui hebt, jij mag je tweede cadeautje meteen hebben. Ja, dankjewel, heb ik helemaal zelf gemaakt, hè. Ja. Kijk, dit zo heb ik er zo gemaakt. Ja. 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 Ik snap ook niet waarom hij zoveel moeite doet, maar... Waarom krijg ik een boek? Nou, kijk eens. Jongeman, de kerstman heeft gemerkt dat je dit jaar veel te veel aan het schreeuwen was. Jeremy kan het weten, ja. Dus we hopen vooral... Hij kan het weten! Oh, we hopen vooral dat jij volgend jaar een klein beetje met je agressie kan leren omgaan. What the fuck? Ik wil eens een eentje. Veel te veel woorden. Gewoon een eentje, een korte. Buitengesloten. We lopen door de ruimte en spelen. Iets sneller lezen, alsjeblieft. Ik heb dyslexie, laat me met rust. Dat is weer een ander verhaal. Ik hoop dat je het kan met deze feedback, jongeman. Gaan we zien. Dit zijn top. Hebben we ook niet in de camera. Oh, Jeremy! Oh, schoot, schoot! Oh, is die grote voor hem? Schoot! Ik heb een hele grote! Yo! Wat zou daarin zitten? En ik heb ook een groot cadeau! Ik heb een klein vermoeden wat het is, maar weet jij het nou wel? Laat het achterin. Het is een ladder! Oh mijn god. Een doos! Ja! Yeah! Woe! Ga erin! Maar... Oh, kut! Oh nee. Oh, hij stapt ze erop. Yeah! Auw, kut, beep! Ja, fuck! Jij hebt mijn been bij. Kijk dit, hè. Yo! Oh! Hey, Jeb, wil je over me heen springen? Jeb, wil je over me heen springen? Gewoon. Ja, tuurlijk. Auw, man! Goed, Don. Help me! Oh, je ondood. Hey, Rudolf, die vindt het niet zo leuk wat je nou aan het doen bent. Ga nou even zitten, jongen. Wat heb jij nou weer? We kunnen Pascal's heup masseren. Hey, ja! Nou ja, eigenlijk, de kerstman had dus gehoord dat jij normaal de persoon was met gewrichtsproblemen. Maar ik denk dat je die misschien beter aan Pascal kan geven, ja. Dat is zo'n ding! Zou je dan nog leven? Ja. Geloof me. Ik heb het geprobeerd. Maar wie gaat nu Pascal zijn heupje masseren dan? Doe even mijn heupje, gast. Heupje. Ga even. Hier. Nee, kom even. Nee. Kerstman heeft dit vaak gedaan. Gaan we op je knieën. Wat zeg jij? Op je knieën. Hoe bedoel je op je knieën? Kom maar even. Masseer zijn heupje. Masseer zijn heupje. Kom maar even. Wat Don moet doen, dit zijn cadeau. Don, houd hem zo vast, zo. Maar het is die andere. Kijk ook gewoon waar de fuck ik zit.
Oké. Okay. Ah! Nee, man! Rudolf, laat het met rust. Nee, het is deze heup. Doe even deze heup. Oh, het is die heup. Oké, sorry. Stinkom en een kut ding. Hé, graag gedaan, hè? Nee, geen dankje. Oké, top. Dat is voor Link. Oh, dat ben ik. Ik heb 2 cadeaus en ik 0. Als ik nog weer cadeaus krijg, dan weet ik dat niet meer. Ik ben vergeten! Link. Ik heb gemerkt dat jij nogal vaak een challenge weet over te slaan. Dus ik heb uit mijn tuintje even de lekkerste, pittigste pepertjes voor elkaar bij elkaar geraapt. Ik wel even eentje chappen. Ja, neem even eentje. En ik zou zeggen, dit is het moment om jezelf te redeemen voor al die gefaalde opnames. Ik heb ze vanmorgen nog geplukt. Kijk eens aan, dat is dat horen we graag. Oh, hij drinkt ook gewoon. Oh mijn god. Meteen vies, hè? Duncan. Wat is dit? Op de schoot. Gaat daar iedereen weg? Ja. Nee. Wat is dit? Duncan krijgt een bandje. Gitaar. Over deze heeft de kerstman heel goed nagedacht. Bladblazer. Is het een bladblazer? De kerstman heeft te horen gekregen dat jij verhuisd bent naar een huis met een enorme tuin. En om die even mooi schoon te houden, hebben wij voor jou een bladblazer gekocht. Holy fuck. Oh, wat Het is echt gewoon een goeie. The next day. Oh! Jezus, niet onder me op! Hoor er iets voor, jongens. Hij is nu al stuk. Heel goed, Link. Ja, je weet wie mijn favoriet is, hè? Als ik nou nog een kiwi krijg, kan ik echt een fucking kiwi. Aangezien de makkers. Aangezien de makkers 100.000 abonnees hebben. En we hier een mooi filmpje zien van de belofte van Ronald dat Link een kiwi zou eten. Bij 100.000 abonnees gaat Link kiwi eten met schil. Nee. Bij deze. Nee, je moet het zo eten. Zo. Nee, niet nee, kont. Dat is een kont. Je hebt geen kont, bro. Met jou niet. Ik eet wel kont. Gadverdamme. Hij heeft het afgenomen. Hey. Alleen de schil heb je. Ja, je hebt nu alleen de schil. Je moet wel even inhouden. Doe even groter hap. Zijn dit wel babyhappies? Ja, iets groter hap. Ja, dat is gewoon een goede hap. Gewoon een goede hap. En peper kwam naar boven. Ah, mijn favoriet. Peper met kiwi. Nou, ik jij de rest maar op. Nee, wacht, ik heb een idee. Nee, Pascal! Pascal! Nee! Hier. Ik heb een cadeau. Ik wil bijna kopen. Oh, ik weet wat dit is. Dit is zo'n... Voor onze muzikale makker hebben wij... Waarom krijgt hij wel een leuke cadeau? En om het oom. Waarom krijg ik een boekje? Oh, dit zijn zo leuk! Wat kut kerst. Ik wilde altijd al eens zo een hebben. Bosco, je hebt echt een harde kont. Ja, een kut. Hij zit echt, jongen. Gozer! Wat zei je? De kerstbok begint hier een beetje een vreemd gevoel in de broek van te krijgen, dus ik weet niet wat je hiervan vindt. Gadverdamme! Je moet wel wiebelen, zeg maar, met je hand. Nee, die andere, ja. Het is moeilijk. Ja. En dan heb je ook nog de... Zo klinken mijn ruften. Doe eens Wilhelmus. Nee, wacht. Wat de fuck nou? Moos die reageert erop. Hij grond. Wordt boos. Nou, Moos. Oh, no. Ah! Verdom. Gast, er zit een mes hier bij mijn hoofd. Messi? Messi, daar is die voetballer! Sui! Wat de fuck is dit? Ik krijg een kabouter met Zoals ik al zei, je wilt toch iets hebben om die boek mee te vullen? Wat is een koffiezetapparaat? Ik denk het. Don heeft een koffiezetapparaat gekregen. Arme kindjes krijgen altijd kutcadeaus, hè? Vraag dat maar aan mama en papa hoe dat zit, hè? Waarom vindt de kerstman de arme kindjes kut, hè? Dat was hem. Oh nee, wacht, ik heb er nog eentje. Ik heb nog eentje. Deze is
Oh. Dit is een fruitmandje voor Rudy. Ik vind het wel fijn dat Rudy nog iets weet. Nou, dit zijn onze cadeaus! Hoe ben kinderen erin waar je de lul van kan zien? Nou, Kerstman, wij hebben ook nog wat leuke dingen voor jou. De Kerstman heeft nog nooit een cadeau gekregen. Nou, wat leuk! Je hebt ook als je nog een kut cadeaus geeft. Shampoo! Alles goed. Heb je nog meer? Heb je nog meer? Goed. Een sixpack. Wil je het nog even openmaken? Nee! Nee! Kom op! Een zes fles André Lon! Omdat ik het waard ben zeker! Oké, we hebben nog één klein dingetje en dan is het klaar. Nou, wat is die doos daar dan? Ik weet niet. Er staat er nog een fucking grote doos. What the fuck? What the fuck? Nee! Wie is die? Ook voor de Kerstman. Dat is een goed makertje. Wat staat er naam op? Ronald. Staat Ronald? Volgens mij is die niet voor Ronald. Nee. Joost. Fuck off. Yeah. Oh, is dat Joost op? Wat is dit? Ik hoop dat het hier weer goed is gemaakt, hè, Klojo's. Nog meer andere lol. Motherfuckers! Kerst is over! Oh, what the fuck? Ik hou van Kerst! Abonneren!